Iedereen weet dat de vraag naar vleesvervangende proteïne enorm hoog is, explosief zelfs. Veel bedrijven wereldwijd zijn op zoek gegaan naar efficiënte manieren om die vleesvervangende proteïne te produceren. Inuf is mee op die boot gestapt. En wij zijn het eerste bedrijf wereldwijd die hier een fabriek in Sassfagent gaan bouwen. Wij gaan fermenteerbare suikers mengen met nutriënten. Via schimmels gaan daar die proteïnen uitgeproduceerd worden. En omdat dat schimmels zijn die de proteïnen gaan produceren, noemen we dat mycoproteïnen. En die mycoproteïnen worden dan klaargemaakt om naar de voedingsnijverheid uit te leveren. 1 uur productie staat gelijk met 7 tot 8 koeien vervangen. We zijn met Inaf in contact gekomen via het bedrijf Cargill. En ze hadden ons gevraagd mee te denken om Inaf naar Zeeland te krijgen. Dat hebben we overigens niet alleen gedaan, dat hebben we samen gedaan met het NRVJ. Door middel van het opzetten van een BV in Nederland. Dat is de rol die de NRVJ heeft gepakt. Maar we hebben met name op het gebied van vergunningen hebben wij onze taken opgepakt om dat in de juiste banen te kunnen laten leiden. Zodat ze ook een mooie zachte landing in de provincie Zeeland konden maken. Wel, wij zoeken een symbiose, een integratie bij een ander bedrijf waar wij op een heel duurzame manier de fermenteerbare suikers hier kunnen krijgen. Er zijn locaties gezocht in Rotterdam, er zijn locaties gezocht in Duitsland, er zijn locaties gezocht hier over de grens in Gent. Maar Sassfagent was veel interessanter. Nu je ziet, Cargill is hier vlakbij ons en Cargill gaat ons die fermenteerbare suikers leveren. Zij geven ons ook de mogelijkheid om bepaalde installaties van hun te gebruiken om onze zero waste te kunnen garanderen. En we hebben hier ook de mogelijkheid om tot 60.000 ton uit te breiden. Wij zitten hier ook vlakbij Noordzeepoort, we zitten hier vlakbij Zeebrugge. En het is dus heel gemakkelijk om de producten die wij hier gaan produceren over Europa te verdelen. Impuls Zeeland heeft veel betekend voor Inaf. Zij hebben ons enorm gesteund tijdens de oprichting van het bedrijf. Maar ook tijdens de vergunningsprocedure hebben zij enorm geholpen om de vergunning binnen de gestelde termijnen klaar te krijgen. En daar zijn wij Impuls Zeeland heel dankbaar voor. We hopen dat dit niet bij dit ene bedrijf blijft. Sterker nog, Inaf staat al bekend als een van de pioniers in deze sector en bouwt hier als eerste een eiwitfabriek. Ik hoop dat dat de start voor meerdere bedrijven in deze sector die zich dan ook gaan verdiepen in Zeeland. Maar tegelijkertijd moeten we in de hele eiwittransitie moeten we ook echt meters gaan maken. En ja, dit bedrijf is een prachtig vertrekpunt om daar nog meerdere bedrijven aan vast te koppelen. Dus wij zijn super blij dat dit bedrijf hier is geland. We hopen echt dat er nog vele gaan volgen, maar daar gaan we ons echt hard voor maken.